U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het Weer gaat de komende dagen geleidelijk aan op voor de zomer, maar voor het zover is moeten we nog door een stevige, zure appel heen. Daar merken we vandaag nog niet heel veel van, want we hadden te maken met flinke zonnige perioden. Geleidelijk aan ontstonden er ook wat stapelwolken in ons land, maar de zon scheen daar nog best redelijk doorheen. Die wolken, die stapelwolken, gaan verdwijnen. Maar de bewolking ten zuidwesten van ons land niet en daar hebben we vanavond, vannacht en vooral ook morgen mee te maken minder ruimte voor de zon, dus morgen. Ook stapelwolken en verspreid een enkele bui. Maar zover is het nog niet. We hebben eerst de avond nog te gaan. En daarin is het over het algemeen helder. De stapelwolken verdwijnen. In het zuidwesten komt misschien iets meer bewolking voor. 15 tot 17 graden en weinig wind. Ook vannacht weinig wind, minima tussen 6 graden in het zuidoosten en 10 graden in het noordwesten. Vaak helder weer, met in het zuidwesten wel iets meer bewolking. En dan morgen. De bewolking gaat langzaam maar zeker wat toenemen. Er ontstaan dikkere stapelwolken en in de loop van de dag kan er een enkele Regenbui tot ontwikkeling komen. De kans daarop is het grootst in het binnenland. Het wordt 19 graden langs de kust, 22 of 23 nog in het oosten van het land. En dan maken we ons op voor de woensdag, en dat wordt een dag met de minste ruimte voor de zon. Een regen of onweersbui in het oosten, verder een beetje druilerig weer, tussendoor af en toe best even droog, dan weer een paar stevige buien. En we doen het met 16 tot 19 graden. Donderdag weet de temperatuur al iets te winnen, maar het weerbeeld is vooral alweer een stuk vriendelijker met meer ruimte voor de zon en nog slechts een enkele bui. Vrijdag is het droog en vrij zonnig. En dan komt de temperatuur in het zuidoosten van het land alweer in de buurt van de 25 graden. De dagen daarna gaan we over die grens heen. Het kwik stijgt en de kans op 25 graden neemt hand over hand toe zaterdag en zondag. Waarschijnlijk wel 25 plus. En heel misschien zondag op een enkele plek zelfs 30 plus. En dat zou betekenen dat we opgaan voor een tropische dag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.